Oké, fucked up. Mijn partij gaat niet door. Volgende week! Ah! Zieke, niet eens afgesproken! Laatste training hier op de gym, kapot. Ik heb weer helemaal alles vergeten. Het is nu dinsdag. Morgen nog de laatste training bij Big Gym met mijn trainer Toby Lozano. En dan moeten we er klaar voor zijn. Voel me goed, voel me sterk.
Ik heb het zo zwaar zin in. Zaterdag gaan we knallen met de vette partij. Mooi podium om te vechten. Audition, grow your zero. Dus we gaan ervoor. Pa is er ook staat bij de laatste training. Waar ik altijd ben begonnen toch. Het is te goed hard. Ja toch. Oké dan. Net helemaal kapot gaan. En nu zijn het andere spanningen. Let op. En ik had geen tijd meer om te tanken. Dus hopen dat ik die tankstation haal, anders is het fucked up. Oké, ik ga mijn best doen. Heel zuinig rijden. Geen hoge toeren. Ik kan dit. Let's get it. Kijk dan. Oh my god. Oh, ik hoop dat ik het haal, hè. Shit. Dit is echt tot de max gewoon. I made it. De mensen die auto hebben, die snappen precies hoe lekker het voelt als die tank. Als je laag was en je ziet dit, dan denk je, uit! Go, 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 go! Oké dan, ik ben aangekomen bij de weging. Was even een stressmomentje, was niet... Ik wist niet dat de weging om 3 uur was. Normaal vroeg, of eerst was het om 7 uur, maar nu is het om 3 uur. Tenminste, een paar jaar terug was het om 7 uur. Dus nu even stressig. Drukke dag achter de boeg. Ik heb net veel klanten gehad voor personal training. Snel huis, naar huis. De kaarten opgehaald, geld opgehaald. Want geld moet je altijd inleveren. Maar goed, we zijn er, we hebben het gehaald. De zenuwen komen nu op. Ik voel die gezonde spanning. Ik heb er zin in. Voel me fit, sterk. We hebben goed voorbereid. Dus we gaan met een goed gevoel naar de ring in. En ik heb een nieuwe tegenstander gekregen. Daar vertel ik jullie straks wel over. Ik ga nu naar de weging en we gaan knallen. Gearriveerd. Jo. Tevens zie ik graag in de rode hoek Jelanio Venema, KB Groningen. Jelanio 58.1, 58.1. Die man Jelanio van de Osana Gym uit Groningen. A-klasse 3x3 minuten. Zijn tegenstander van Vast Gym uit Amsterdam, Ilias Banis. Ilias Banis, 60.7. Heren bedankt. Oh cool. Oké, fucked up. Mijn partij gaat niet door. Ik heb er zo hard voor getraind. Ik heb echt alles gegeven hier, hè, in deze voorbereiding. Dinsdag heeft mijn vorige tegenstander afgezegd. Die pol waar ik tegen zou vechten, hij had zijn voet gebroken. In de laatste week nog. Mijn trainer had nog niks tegen mij gezegd, omdat ik die focus moest houden. En nou ja, goed getraind. Echt een goede voorbereiding gehad. Woensdag hoor ik opeens dat hij dus had afgezegd. Nou, ik was al aan het stressen. Ik dacht, het zou toch niet zo zijn dat ik dit mijn partij niet doorgaat. Nou, hebben ze gezocht voor een nieuwe tegenstander. Ja, gelukkig een nieuwe tegenstander gevonden, dacht ik. Marokkaanse jongen. Ilias Banis van Vos Gym. Het is afgesproken op 59 kilo. Vandaag die weging gehad. Ik ben altijd 57. Dus ik heb gewoon lekker kunnen eten. Volgegeten. En ben ik op die weging, ben ik gewoon rustig 58 kilo. Ga mijn tegenstander op de weging staan, of op die weegschaal staan. Weegt hij 60.8. Ik dacht, dat meen je niet toch? Kom op man. Je spreekt een gewicht af. Van tevoren is het duidelijk gezegd, 59 kilo. Deze flapdrop komt gewoon op 60.8. Komt hij nog aan. Kijk, en hij zegt, kijk, bla bla bla. Kijk, ik neem deze partij aan 2 dagen van tevoren. Kijk, er zijn meerdere mensen die misschien wouden vechten, snap je? En
we hebben deze partij nu aangenomen op 59 kilo en hij komt gewoon dus aan. Ik zweer het, hè. Deze, zulke acties maken me echt heet, man. Ik heb daar geen woorden voor, man. Kijk, respect dat je 2 dagen van tevoren partij wil aannemen. Maar neem hem dan niet aan op bepaalde voorwaarden, snap je? Hij zegt, ja, ik heb mijn best gedaan, dit en dat. Wilt hij tegemoetkoming. Dus ik zei, oké, prima. Gaan we doen. Volgende weging, morgen om 1 uur was die. Zorg dat je dan weer dit gewicht bent. Ik zei, 60 kilo, 60,5 kilo. Dus hoeft hij niet nog meer voor af te... Ja, of moest hij misschien een paar gram nog voor afvallen. Wou die niet. Ik zeg, oké, is goed. 60,8. Morgen bij de weging wegen. Ga omhoog knokken. Wilt hij niet. Was helemaal niet te onderhandelen met deze guy, hè. Serieus. Ik was zo zwaar gebrand, hè. Op deze partij. Sowieso op mijn revanche van die pol. En dan komt deze jongen aankakken. Met halve afspraken. Hé, hey man. Ik snap niet dat zulke jongens überhaupt op die weging durven te komen, snap je? Shit, man. Kijk, weet je, mensen doen weight cut. Dat is dus gewichtsverlies. Kan je gewoon vocht verliezen. Kan je zo in een paar dagen, kan je zo 5 kilo kwijtraken. Misschien wel meer zelfs. Stel je voor, ik neem deze partij aan. Hij weegt nu bijvoorbeeld 60,8. Dat is bijna 61 kilo. Ik weeg 58. Zwaarder ga ik sowieso niet wegen. Nooit. Ik was nu op mijn zwaarst. Ik kan alleen maar lichter worden. 57 kilo is mijn normale gewicht. Stel je voor, ik nam deze partij aan. Weegt hij morgen sowieso 63, 64, misschien 65 kilo. Snap je? Dus dat risico heb ik al vaker genomen in het verleden in mijn kickboxcarrière. Dat risico ga ik niet meer nemen. Dit is gewoon echt fucked up. Dus nu is het gewoon afwachten. Ze vinden waarschijnlijk toch geen tegenstander meer. Maar goed. Het zij zo. Het mocht niet zo zijn dat ik daar mocht ging vechten. Helaas. God heeft andere plannen met me. We zijn hier in Fusion Gala. Hier samen met mijn daddy, Sokra, mijn neefje, Stefania. Volgende week heb je een wedstrijd, toch? Tegen wie vecht je? Maakt niet uit, hè, we gaan gewoon knallen. Sowieso. Waar moet je vechten? Nijmegen, Ubeda Sports, toch? We gaan knallen. Support, sowieso. Was haar toch of niet? Ja. Zeker. Tante Henny ook mee. Was gezellig. Was een gruwelijk gala. Tuurlijk. Waren vette partijen. Welke? Ja toch? Weet het. Kijk, wie hebben we hier? Waar is die? De vlogger. Je weet het! Dave! Altijd vloggen! Deze man! Hey, laten we dat! Hey! Ho! Ho!
What up? Daar zijn we weer. Ik had de afgelopen dagen echt even geen behoefte om te gaan vloggen. Niet dat, ja, ik vlog sowieso niet elke dag, maar ik had nog even wat frustratie toch van afgelopen weekend. Helaas is de partij dus niet doorgegaan, ik moest het even een plekje geven. Ik heb het nu een plekje kunnen geven. Ik heb afgelopen dagen ook niet getraind, even geen behoefte aan. Vandaag weer even lekker getraind, krachttraining gepakt met mijn bro Willem. Kijk, ik ga het nu weer even lekker aanvullen. Heerlijk. Ik heb hier kipfilet, avocado en ei. Ja toch, even die goede vetten, die eiwitten weer even bijvullen. Dan kunnen we er weer tegenaan. Straks heb ik weer personal training. De laatste tijd willen... Ik gaf ook krachttraining. Kutvlieg. Ik gaf ook krachttraining. Of ik geef ook personal training voor kracht. Maar de laatste tijd wil bijna iedereen bij me petsen. Dus super leuk om te doen. Ik vind beide leuk om te doen. Ik vind het fijn om iemand te begeleiden met krachttraining. Maar ook zeker met petstraining. Dus we gaan de goede kant op, mensen. Dat is het liefste wat ik doe. Ik werk ook bij Big Gym natuurlijk. Maar het liefst geef ik personal training. Dat is echt mijn ding. Dus we zijn op de goede weg. We hebben nog een goed weekend tegemoet. Ik heb een bruiloft zaterdag. En zondag awakenings. Ja hoor. Lekker hoor. Onderweg naar Big Gym. Krijg ik een fucking lekker band. En een zware ook. Check it. Shit. Is toch fucked up of niet? Shit. Oh, net mijn PT opgebeld. Ik had ook nog twee tegelijk. Kutzooi. Oh, dag begint goed, maar ja, het is vrijdag. Zonnetje schijnt. So, no worries. ANWB is onderweg. Ik heb die klote krik niet. Die heb ik een keer uitgeleend. Shit, man. Ik heb wel reserveband. Mijn redder in nood is aangekomen. Nou, mevrouw is een videoclip aan het opnemen, hoor. We zien hem van de zijkant. Oké, dit is echt een clip nu, hè. Sukkel. Shit. Dat is toch fatty? Toch? Hoe? This chick, hè. Go, sis. Go. Go, sis. Shit, man. Ik ben nu op kickbox gala van mijn neefje. Maar hij was pas de 47ste partij of zo. En ik heb zo'n bruiloft. En vrouwtje en de moeder zitten al te wachten. Dus shit, man. Moet ik missen. Ik ga nu snel naar Sicily toe omkleden. Dan hebben we een bruiloft. Turkse bruiloft. Eerste keer. Wordt leuk.
Je weet het. Lekker, ja. Awakenings. Alright for today. Simon. Boom, 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 boom. Uit het hoge noorden. Leg naar Awakenings met mijn boys. Ja. Groningen. Willem in de back. Dennis. Ja, hij komt uit Groningen. Niklas. En Woerden. Ik ben de enige uit de Randstad hier. Ook. Let's get it. Ja. Dank iedereen voor het kijken. Ik heb een gruwelijk weekend gehad. Awakenings was aan. Sowieso voor herhaling vatbaar. Er komen nog leuke feestjes. Die staan in de planning. Gisteren gelijk gewoon gewerkt. Zo doen we dat. We zijn bikkels. En deze week weer een lekkere werkweek. Blijf me volgen. Like, abonneer. Follow the boy. Follow the movement. Follow Manjo's movement. Je weet het. Rustig.